Ga je de vraag nog stellen of niet? In één woord? Lachen? Ja, weet je wat is met groot? Oké, dit is een passage uit mijn dagboek van zondag 31 augustus 2014. Voor mij is Goosje iemand die waar ik me persoonlijk altijd heel erg vertrouwd bij voel als ik het is iemand die dingen heel erg goed in perspectief kan zien, die dingen kan relativeren, die andere mensen een bepaald gevoel kan geven, een bepaald vertrouwen kan geven, een bepaald klappen die toch iedereen denk ik krijgt in het leven die, en dan gewoon denken fuck it, ik ga gewoon door en ik blijf lachen, ik blijf gaan. Goosje Goesu Leeuwenstein. Iedereen houdt van Goosje. Ze heeft enorm veel humor, is slim en heeft de leukste lach op de hele wereld. Wat een uitstraling. Dit meisje gaat het ver schoppen. Met Goosje is het altijd gezellig, vooral als ze weer de slappe lach hebben voor een half uur lang. Weer zo'n prachtig kind, bijzonder is ze. Ze sluit zich niet. Ze sluit zich niet van je af. Zolang je eerlijk met iemand bent en zij is eerlijk naar jou, en dat heeft een hele fijne sfeer. Ja, dat vind ik ook. In het begin heeft ze heel veel humor. Heel veel mensen houden van haar. En zij houdt heel erg van mensen. Maar Mindtunes is ook heel erg kritisch, hè? Maid of Honor! Moet je dat een keer herhalen? Wie is Goosje? Ja. Dat ben jij.